Dit is een Italiaanse bloedappelsien. En dit is Melanie, een trouwe lezeres van ons De Leize-magazine. Wij bevinden ons aan de voet van de Etna-vulkaan in Sicilië en gaan op zoek naar de geheimen van deze boomgaarde van Alessandro Barbera, waar deze sappige soort vandaan komt. Sicilië kan rekenen op het ideale microklimaat om bloedappelsienen te kweken. Dankzij de koude nachten en de milde dagen die zorgen voor die typische rode pigmentatie. Via een irrigatiesysteem worden de bomen hier dagelijks beloond met water afkomstig van de vele waterbronnen in de buurt. Daarnaast krijgen deze bloedappelsienen hun volle smaak door deze zeer vruchtbare vulkanische bodem. Een geschenk van de 500.000 jaar oude Etna. En de familie Barbera die plukt er al 3 generaties lang de vruchten van. Bloedappelsienen die smelten in je mond. En ook in de keuken zorgen ze voor smaakvolle verrassingen. Melanie heeft een heerlijke panna cotta gemaakt op basis van deze bloedappelsienen. Vind haar receptje op deleize.be